Het voertuig, handen omhoog. Handen omhoog, nou. Hallo dames en heren, tof dat je kijkt naar mijn kanaal GTA 5 LSP waar vandaag met een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we dit keer met de politie, zoals altijd eigenlijk met de Nederlandse politie. Alleen dit keer met een vrouw, ze stapt heel raar in, met de benen als eerst zo. Kijk hè, kijk hoe ze instapt. Ze stapt als eerst met de benen, een soort van toe naar de deur. Kijk zo, ja, heel raar. Heb ik nog nooit gezien, nou ja, dat dus. Dan gaan we even kijken of we onze lichten het doen. Trouwens, super bedankt voor de 129 of zo, 130. Zoiets. Super bedankt daarvoor iedereen. Als jij nog niet bent geabonneerd, doe dat dan zeker. Oké. Volg politie. Stop politie. Oké, oranje. Doe het ook. Blauw vast. Groen. Nou, alles werkt met dit voertuig. Dan gaan we ons even available voor calls. Even yes. Oké, nu gaat dus. Nu krijg ik eigenlijk ook. Nu kunnen we eindelijk ook weer meldingen krijgen van OC. Vergeet natuurlijk niet dat blauw duimpje mogen doen als je dat ook nog niet hebt gedaan. En te abonneren natuurlijk, had ik net ook al gezegd. We gaan iets realistischer rijden. Hopelijk lukt dat deze video. En natuurlijk ook een beetje op onze snelheid te letten. Dan gaan we even kijken. Oh, we krijgen gelijk een melding. Carjacking. Nou, dan gaan we even naartoe. Oké, prio 2. Dan gaan we prio 2 die kant op ongeveer. Nou, carjacking, voor mij wordt iemand uit de auto gehaald en dan rijdt de persoon daarmee weg. Dus dit kan eindigen op een achtervolging. Gaan we even kijken. Dan gaan we natuurlijk even kijken wat er precies aan de hand is. Kijk, het is hier. Ja, dit is hem. Oké. Okay. Kijk, dit is hem. Backup alsjeblieft. En dan natuurlijk even een local airport unit of zo. Ik weet niet meer wat er stond. Oh mijn god. Oh mijn god. De realistische dingen. Maar ja, het is toch best moeilijk hoor. Om realistisch te blijven eigenlijk. In GTA 5 zelf. Want hun rijden ook niet echt heel realistisch. Ja, dan wordt het altijd al wel iets moeilijker. Kijk. Mevrouw, staan blijven nu. Welke verdachte beweging wordt geschoten? Stoppen, eruit. Uit het voertuig, handen omhoog. Handen omhoog, nou. Nou, op de grond, meneer. Of, excuse me, nou, nu op de grond liggen, mevrouw. Nu op de grond liggen, dank u wel. Oké, je bent niet antwoord verplicht. Even recht op advocaat. Heeft nog vragen? Oké, nou, natuurlijk, antwoorden hoeft niet per se. Nou ja. Hoeft natuurlijk niet. Kijk, hoe werkt het nou? Mevrouw, mag even hier uitstappen? Mag even hier komen? Ja, mag even op de grond gaan zitten? Nogmaals, u mag even op de grond zitten. Dank u wel. Oké, dan kunnen we nu. Als het goed is. Even kijken, waar moest dat? Oh mijn god, ik ben het weer vergeten. Oh, ik heb ongeluk paniek. Vals alarm. Dat was vals alarm. Denk ik. Aha, end call. Dat was hem. Dat was hem. We hebben hem gevonden. Dan gaan we even kijken hier wat er nog iets beleven valt. Gaat de poort ook nog open of niet? We krijgen een melding binnen. Knoodruk. Nou, dat gaan we niet doen. Maar god. Dan probeer ik gewoon realistisch te rijden. Maar dan gaan die poorten ook niet open. Nou, dan gaan we het anders doen. Zo. Nou, we hebben het oh mijn god. Oh, hier. Gevonden. We hebben hem gevonden. Nou, even kijken dat hier geen verdachte dingen zijn. Ik ben trouwens een beetje verkouden. Ja, en keelpijn natuurlijk een beetje. Dus ja, misschien is mijn stem een beetje cracked. Kan. Die is er ook vlakbij. Even kijken. Oh mijn god, ik heb deze bank nooit gedaan. Dus ja, dan gaan we het nu zien hopelijk. Oh mijn god, dan gaat de poort natuurlijk weer niet open. Hup, daar ween. Het is zo moeilijk om realistisch te rijden. Echt, ik zweer het. Ja, ja. Oh mijn god, mooi oprijden. Oké, hier naar links al.
Tristan. Mooi gedaan, Tristan. Ja, inderdaad. Heb ik mooi gedaan. Oh god, hier ben ik zo slecht in. Gelukt. Oh god, dit moet daar zijn. Even zo. Ja, hup. Zo, ergens hier. Moest het zijn. Oh, waarom ter... Nou, ja, ik ben wel eerst, als eerste ter plaatse. Dus ja, eigenlijk moet ik het wel aan. Oh mijn god, waarom werkt mevrouw nou niet mee? Ga de deur dicht. Zo, goed zo. Oké, dan lopen we naar de meneer. Goeiedag meneer. Meneer. Oké. Meneer. Draag je even alsjeblieft. Afstand houden. Mag even stoppen me? Meneer, stoppen. Afstand houden. Afstand houden meneer, nu. Nu. Ja, OC, code 4 over. De persoon is dood, denk ik. Oké, okay, nou, dan gaan we even een, ja. Hoe deed ik dat? Ja, local EMS unit deze kant op over. Dank u wel. Zo. Maak we even plek vrij. Even kijken, dat doen we zo. Dan gaan we met het F dit minuutje dus. Kijk eens aan. Oké, hier mogen even geen mensen komen. Oké, meneer. Kan ik hier nog iets betekenen? Anders ga ik weer talla. Oké. Meneer heeft het overleefd. Meneer heeft het overleefd. Nou, meneer. Ja, zo snel gaan we dit ook niet vanaf, hè. Meneer, staan blijven nou. Handen omhoog. Op de grond liggen, meneer, nu. Oké. De elke verdachte beweging wordt geschoten. Oké, hoe kan ik hem boeien? Zo. Ja, oh, ik krijg ook wel een andere melding. Drive for under the influence. Nou, dan gaan we even... Zo, meneer mag even stil blijven staan. Ja. F6. En dan... Remove. Oké, okay, kijk, verdachte wordt meegenomen. Dan ga ik even snel naar deze melding. Want dat is best wel een gevaarlijke melding. A driver under the influence. Dus een rijder. Ja, een bestuurder die rijdt onder invloed. Dat mag natuurlijk niet met alcohol. Dus hier gaan wij even dit van maken. Ja. Tada. Geluid en lichten. Zo, jezus, kom op. Oh, pas op, pas op, pas op voor mij. Ik heb voorrang. God, ik heb voorrang. Kom op, jongens. Maar god, de verdachte gaat ook nog best snel. Hoe deed ik dat? Oh, dat deed ik zo. Dat deed ik zo. Ik wist niet hoe dat moest. Ja, nou, nu wel. Maar god, de verdachte rijdt gewoon de andere kant op. Nou, dan gaan we deze kant op. Rechts, hup. Dan gaat hij weer in. Nog een keer naar rechts. Oké, dit is de verdachte. Dan ga ik hem even stopteken geven. Stopteken als ze... Ja, stoppen alsjeblieft. Oké, control. Oké, en de volgende meneer als het goed is. Ja, mooi. Ja, volg me. Dan zet ik deze er even af. Hup, dan gaan we rechtdoor. Rechtdoor meneer. Oké, okay, hier is de parkeerplek als het ergens... Ja, hier. Oh mijn god, serieus. Ja, rij dan. Oh mijn god, serieus. Nou, dan gaan we het hierbij beëindigen. Oké, okay, nou. Goeiedag mevrouw. Oh, ze gaat er al van... Oh, ze gaat er vandoor. 23 aan OC. Verdachte rente vandoor over. Oké, okay, ze struikelt met mevrouw. Staan blijven nu. Welke verdachte beweging wordt geschoten? Nu meteen. God, serieus. Echt. Oh mijn god, serieus. Kom op. Ik raak daar. Kom op, joh. Mevrouw, staan blijven nu. Oké. Okay. Oké. Okay. Take down. Mevrouw, staan blijven nu. Welke verdachte beweging wordt geschoten? Op de grond liggen nu. Oké, okay. Je bent aangehouden. Je bent niet antwoord verplicht. Welke verdachte beweging wordt geschoten, meneer? Mevrouw? Mevrouw, meneer, oké. Okay. Dat dus. Oké. Okay. Dan gaan we even... Oh, ik mag even gaan zitten, mevrouw. Nog even door de knietjes, meneer. Meneer, wat heb ik nou weer met meneer? Kom op. Oké, okay, er komt een... zo snel... Ga zitten. Ja, dank wel.
Er komt al voor mij een extra collega deze kant op voor het transportje, dank u wel. Dan ga ik wel even... Werkt dit nou? Ik ben er waarom ben ik zo vergeetachtig? Oh nee, ja, tow truck. Ja, oh, mijn oren doen pijn door dit. Is het toch niet wat mijn geluid? Nee. Nogmaals instappen. Nou, dan ga ik ergens anders naartoe. Verdachte regelt. Ik hoop dat mijn collega het weer goed overneemt. Dan gaan wij hier weer lekker vandoor. Dan ga ik even naar deze parkeerplaats waar ik naartoe wilde gaan. Zo. En dan gaan we hier weer bij de video. Ja, gaan we afsluiten, althans ik. En dan wens ik jullie natuurlijk weer een hele fijne. Ik hoop dat jullie de video gewoon leuk vond. En ja. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan zie ik je lekker de volgende keer. Later.